Hallo kijkers van mijn YouTube kanaal. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je een achtergrond kan krijgen voor je Google opstartpagina. Dus waar ik nu zit in mijn video. Eerst ga je naar de drie puntjes rechtsboven in je scherm. Als je daarop hebt geklikt, kom je op deze pagina. Dan scroll je naar beneden, klik je op het kopje thema's. Dan stuurt Google je door naar een pagina waar je extensies, daar kom ik in een andere video misschien nog wel op terug, en thema's kan downloaden. Bijvoorbeeld als je deze Eiffeltoren wil downloaden, moet je op toevoegen aan Chrome klikken. Dan gaat hij hem downloaden en dan is hij even bezig. Dus dan moet je even wachten. Als je dan een nieuw tabblad opent, dan krijg je meteen die Eiffeltoren al als hij is gedownload. Kijk, daar is hij. Maar dit kan je natuurlijk ook, dan moet ik even terug. En nog een keer op het paaltje terug moet je dan klikken. Dan kan je bijvoorbeeld Pokémon opzoeken in het zoekbalkje. En dan doe je bij een Pokémon achtergrond bijvoorbeeld ook gewoon toevoegen aan Chrome, net zoals we net bij de Eiffeltoren hebben gedaan. En zo kan je nog heel veel meer dingen toevoegen aan Chrome. Die kan je dan opzoeken, die hebben andere mensen dan zo daar neergezet. Die kun je allemaal gebruiken. En dan staat hij hier gewoon. En dit is hoe je een achtergrond toevoegt aan je Google opstartpagina.